programma. Ja, precies zoals de finale baan is snel, stoer, schitterend. Onze favoriete show! Yep, ik heb gewoon de rode rempeneten verbonden met de versnellingsparallax en de 360 loop gyro. Heel eenvoudig dus. En toen de quasi-connectors met de hoe heet dat alweer? Ja, cool, absoluut. Oké, genoeg gepraat. Tijd voor de echte race. Raketten vooruit! Ik realiseer me ineens dat ik nog iets vergeten ben. Wauw, wat een uitzicht. Hier wil ik even lekker van genieten. Lia, niet zo truiselen. Maak de volgende keer een foto. Maar Polly, het was zo mooi daar. Maar Lia, het is een race tegen de klok. Oh ja, de klok, de eindstreep, al die belangrijke dingen. Domme ik. Polly, je ligt 5 seconden achter op het record. Je weet toch wat dokter professor Cassandra Alexandra altijd zegt? Ben snel, ben eerst. En zij heeft er verstand van. Nu herinner ik me weer wat ik me net niet kon herinneren. Polly, ik moet je nodig iets vertellen. Ja. Ik moet tijd winnen op de maffe makeover bergen. De laatste draagtermode van vorig jaar. Hoe vreed. Oh, kom op, Lia. Wil je deze baan niet helemaal uitrijden? Nee, ik wil hier gewoon plezier hebben. Alles is ineens paars geworden. Ik vind het meer roze. Auw. Polly, je ligt nu nog 3 seconden achter. Sluiproute. Polly, de baan! Hij is nog niet klaar daar! Ja, ik weet het! De finish is daar! Wat? Wacht, Polly! De baan is nog niet af! Dag, als ik je net dus vergeten te vertellen! Ben snel, ben eerst! Het gaat me lukken! Met een goede sprong! Polly Pocket, ben jij de ware? Word jij mijn nieuwe ster? Berekenen. Ik gebruik het Fibonacci-principe van de theorie van de statistische waarschijnlijkheid. Polly Pocket maal de stercoëfficiënt met een factor van 1 miljoen miljard. En de projectinator zegt... Snel, stoer, schitterend. Wordt absoluut officieel, onweerlegbaar en totaal onomkeerbaar... het meest bekeken programma in de geschiedenis van de eeuwigheid. En ik, professor Cassandra Alexandra, hooggeleerd... schrijf zo televisiegeschiedenis. Ik heb een plekje speciaal voor jou. De ultieme trofee voor het meest bekeken programma... in de lange geschiedenis van de eeuwigheid. Is hij al klaar? Nee. En nu? Nee. Geduld is een schone zaak. Ja, maar niet voor mij. Oh, dat was echt een groot succes, hè? En weet je nog waar dat precies was? Een 27 zwaartekrachtkrul is me nog nooit gelukt. Maar je deed toen wel een 27 onderwater gezichtsknal daar. En dat was leuk. Hey, dokter professor Cassandra zegt altijd... ben snel, ben eerst. Ze zegt niet dat het leuk moet zijn. Ik ga wel. Maar niet als ik er eerder ben. Ha! En de winnaar is... Polly Pocket! Jij, Polly Pocket, bent gekozen uit duizenden inzendingen tot een van de stoerste, snelste, zeg maar meest fantastische shows op televisie. Snel, stoer, schitterend! Wat zeg je ervan, Polly? De fans staan te popelen. Ja, nee, bedankt. Ik maak een grapje. Snel, stoer, schitterend.
Polly, zijn jij en je vrienden klaar voor misschien wel het allergrootste avontuur uit je leven? Oh, mogen mijn vrienden ook meedoen? Tuurlijk! Het is toch een competitie? Ja! Voor het eerst in de snel, stoer, schitterend geschiedenis wordt het nu vriend tegen vriend. Ik voorspel dat het een monsterhit gaat worden. Hey, ben jij de jongen die de filmpjes maakt? Ik? Ja, ik ben Rick, je grootste fan, Cass. Dokter, avontuur. Ik herken talent. Ik ken avontuur. Zij kent avontuur! Wil je misschien mee om een film te maken over mij? Echt niet. Meent u dat nou echt? Ja, iemand moet mijn levensverhaal vertellen. Zo raken anderen geïnspireerd om te leven. Zoals ik. Dat is super. Jij bent super. Dank je. Dank je. De competitie kan nu elk moment van start gaan naar de studio. Wacht. Ik wil dit moment echt nooit meer vergeten. Sorry, geen tijd. Ik heb een wedstrijd te winnen. Maar je zei toch dat ik in het vervolg een foto moest maken? Hoe hoog zitten we nu? We zijn bijna bij de maan. Dat is de maan niet. Dat is Cassandra's studio. Niet te geloven dat we nu echt hier zijn. Kijk, een zwembad en een tennisbaan. En kijk even, een klimmuur. Wauw. Moet je dit eens zien? Hoe cool is dit? Maar waar is... Cassandra Alexandra, uitvinder van de avontuurprojectinator 3000. Inderdaad, ik ken avontuur. Neem je dit allemaal op voor mijn levensverhaalvideo? Tuurlijk! Kijk maar goed rond. Het zenuwcentrum, daar waar het allemaal gebeurt. Ik leid jullie wel rond, maar we moeten opschieten, want ik heb zo een belangrijke vergadering. Hier, mijn activiteitenkamer. De allernieuwste apparatuur. Ligt het aan mij of zien die spullen eruit alsof ze nog helemaal nooit gebruikt zijn? Of ook maar aangeraakt? Plastic? Is dat een nieuwe lijn? Het is een modemysterie. We moeten op onderzoek uit. Dit luchtschip vliegt op 10.000 meter. Het wordt in de lucht gehouden door een plasmagedreven fusiereactor. Is dat de XT-105 met atoomaandrijving? Oh, Johnny! Kom nou, niet treuzelen. Echte avonturiers blijven nooit ergens hangen. Hun ogen zijn altijd gericht op de eindstreep. Horen jullie dat? Altijd gericht op de eindstreep. Oh, wauw. Een 360 graden panoramisch uitzicht op... de hele wereld. Ik kom zo te laat. Hey, hier zijn we ook begonnen. Ik dacht dat u een vergadering had. Dat klopt. En die vergadering is met jou, Polly. Ik zie dat je mijn prijzenmuur staat te bewonderen. Ja, ik heb er zelf ook een, maar niet zo groot. U moet echt een geweldig leven hebben gehad dat u zoveel prijzen heeft gewonnen. Dat vind ik zelf ook. Maar er is één prijs die ik nog altijd niet heb. De ultieme trofee voor het meest bekeken programma in de geschiedenis van de eeuwigheid. En jij gaat me nu helpen om die te winnen. Echt waar? Jij bent de ster, Polly. Mijn ster. Een strijdlustige meid die er alles voor over heeft om te winnen. Nou, ik weet niet of ik... Jij hebt iets heel erg bijzonders in je Polly Pocket. Ik weet gewoon dat jij het in je hebt om als eerste deelnemer ooit de ultieme uitdaging te winnen en gekroond te worden tot... de eerste avonturista aller tijden? Denkt u dat serieus? Tuurlijk! En de tv-kijkers zijn echt dol op jou. En mijn kijkcijfers vormen een nieuw record. Als ik 50 gaziljoen kijkers krijg, dan geven ze mij de trofee, een plek in de Hall of Fame en misschien zelfs een eigen standbeeld. Maar het is nu aan jou. Stel me niet teleur. Back
Key Brisbane hier in de buurt van het vulkanische eiland. De plek die 4 jaar op rij tot meest gevaarlijke uitdaging is gekozen. De deelnemers klimmen zo meteen in hun speciaal uitgeruste raketgestuurde deltavliegers, waarmee ze rondom het lava gevulde vulkaan naar de finishlijn vliegen. Simpel toch? Zijn jij en je vrienden klaar voor het grootste avontuur uit je leven? Zeker! Snel! Stoer! Zingend! Licht! Kala! Avontuur! Oh, kijk! Wat een mooie zonsondergang! Polly! Polly! Ben je hier gekomen om naar de zonsondergang te kijken? Of om te winnen? Sorry, aan de kant! Oeh, opzij! Wat een kijkers! Ik wist het! Ik heb mijn diploma's natuurlijk ook niet voor niets gekregen. Ik ben geweldig! Uitstekend! Als je niet zo had lopen treuzelen bij de start, had je nu op het recordschema gezeten. Oeh, ik moet even wat goed maken. Schrijfroute! Polly is nu bijna bij de lava. Hey, Polly heeft de sluiproute. Nou, dan moeten we haar maar eens gaan volgen. Hier staat de oven aan. Kom op, laten we maken dat we wegkomen hier. Wow! Polly! Polly, wat ben je nu aan het doen? Mijn vrienden hebben hulp nodig. Hey meiden, hou je aan elkaar vast. Dit is dus niet de vrienden helpen, vrienden. Zo. En weet je waarom niet? Omdat daar niemand naar zou kijken. Maar je vrienden vertragen je alleen. Ze kosten je zo het uitdagingsrecord en de 1000-puntenbonus. Zo word jij nooit een avonturiste. Dat was best griezelig, maar leuk. Het was nog leuker geweest als ik het record had gehaald. Maar we deden het nu samen. Dat is toch waar het hier om draait? Ben snel, ben eerst. Ik doe dit alleen voor de winst. Becky Brisbane hier. Wat vinden jullie van die Polly Pocket? Nadat ze het record van het vulkanisch eiland niet gehaald heeft, is ze alleen maar strijdbaarder geworden. En haar punten schieten dan ook werkelijk omhoog. En de kijkcijfers stijgen tot recordhoogte. Het begon allemaal tijdens de race in de Goody & Zone snoepfabriek. Polly nam al vroeg een voorsprong en ze liet haar vindingrijkheid eens echt goed gelden bij de taartwaterval. En dat heeft ze haar vriendinnen ook goed laten voelen. De overwinning smaakte uitermate zoet. De spanning was om te snijden bij de makeover-uitdaging in het winkelcentrum, die eindelijk antwoord gaf op de vraag: wie kleedt zich het snelste? Is het bijna tijd voor de allerlaatste uitdaging. De avonturista-cycloon. Daarna zullen we weten of het is gelukt. Zal Polly Pocket de eerste avonturista aller tijden worden? Nog maar 1 uitdaging te gaan. Wat een topwedstrijd, hè? Niet bepaald. Kom op, meiden. Zijn jullie nou boos omdat ik ga winnen? Nee, hoor. Het is de manier waarop je wint. Ik zat net onder de taart. En kijk nou eens naar mijn kleren van Hey, wacht, stop. Polly. Wij denken dat je door Cassandra alleen nog maar denkt aan winnen. En ach, niet... Cassandra kent het avontuur. Ze is echt... Oh. Meiden, waar gaan jullie heen? Meiden, wat een... Toptocht? Ik weet dat je tegen Cassandra opkijkt, maar misschien... Je vergist je echt in haar, Lia. Kijk maar eens naar al die prijzen. Zoveel prijzen krijg je niet als je niet geweldig bent. Weet je eigenlijk wel waar die prijzen voor zijn? Voor gave dingen natuurlijk. Zoals deze hier. Voor 1000 uur TV kijken.
Dat is best wel een hele prestatie. Oké, die is dan wel een beetje suf. Maar deze is voor de meeste, ik zei het toch, in 1 jaar. Beste voorspelling achteraf. Kijk hoe de was droogt. Het zijn allemaal prijzen voor onzindingen. Oh. Rick, is alles oké? Ja. Ik ben uren aan het monteren geweest. Het is gek. Er zijn helemaal geen beelden van haar te vinden van buiten dit luchtschip. Ik krijg bijna het gevoel... Cassandra weet niets van avontuur. Ze heeft er vast ook nooit een beleefd. Dit moet ik uitzoeken. Daar is ze al, mijn kleine superster. Ik bekijk net de nieuwe cijfers en we staan al op 40 gazillion. Ik heb nog een vraag voor u. Wat was uw mooiste avontuur? Ik begrijp niet waarom dat belangrijk is. Hoe ver kwam u in de luchtschrijfwedstrijd? En wat is uw topscore bij onderwater basketbal? De favoriete duik, zwaandijk, dubbeldraai, salto? Bent u eigenlijk wel eens buiten geweest? Had toch gekund? Ik heb het berekend. Luister, dit is wat de mensen verwachten van mij. En ik geef mijn fans altijd precies wat ze willen. En op dit moment willen ze jou, Polly Pocket, de eerste avonturista. Misschien, maar ik ben het nog niet. Wil Polly Pocket nu stoppen? Nee, ik ga niet stoppen. Ben snel, ben eerst. Dat betekent niets zonder mijn vrienden. De voorwaarden zijn veranderd. Door de grote ster. Wel een ondankbare ster. Ik voorspel dat ik zo toch dezelfde kijkcijfers krijg als je verliest. Ik ga ervoor zorgen dat jij niet wint. Als er één ding is waar het publiek nog meer van houdt dan van een ster die wint, dan is het van de ster die verliest en uitdooft. Mooi uitzicht. Meiden, het spijt me dat ik winnen belangrijker vond dan mijn vrienden. Kunnen jullie me ooit vergeven? Ik weet het niet. Natuurlijk vergeven we het je. Oh, jullie zijn echt de beste. Je bent wel heel fanatiek, maar zo ben je nou eenmaal. Bedankt, maar nu win ik niet. Wat bedoel je? Cassandra gaat de wedstrijd beïnvloeden, zodat ik zeker zal verliezen. Maar dat kunnen we niet laten gebeuren. Jij bent de enige echte avonturista, Polly. We willen allemaal dat je wint en we gaan je helpen. Kom hier. Ja, weet je wat ze kunnen doen? Welkom, avonturista's van de hele wereld. Het is nu tijd voor de bloedstollende, meeslepende finale uitdaging. De avonturista cycloon. Ik hoop dat het werkt. Zo niet, dan hebben we toch lol gehad. Wat een topdag! Laat de race beginnen. Snel, stoer en schitterend! Ik zei het je, Polly. Ik heb nog wel wat verrassingen voor je in petto, hoor. Kom maar op! Ha, mis je vrienden? Hier zijn ze! Lia, hier! Nee. Ik weet wel wat jullie van plan zijn. Als jullie van kleren wisselen, weet ik niet meer wie Polly is. Oeps! De makeoverbergen zijn tijdelijk gesloten voor onderhoud. Dit wordt ook televisiegeschiedenis. De grote mislukking van Polly Pocket. Ja! Yes! Het is al uitgeschakeld. Oh,
Wacht. Ik krijg een boodschap van Cassandra zelf. Uit de peilingen blijkt dat dit programma inmiddels al meer dan 50 gazillion kijkers heeft behaald. Cassandra heeft dus het meest bekeken programma in de geschiedenis van de eeuwigheid gemaakt. En daar is ze, de tv-grootheid van dit moment, Cassandra Alexandra. Oh, jullie weten niet hoe bijzonder dit is. Dank je. Het was echt zoveel leuker geweest als ik dit moment met Polly Pocket had kunnen delen. Maar zij heeft verloren. Nee. Ik dacht toch mooi van niet. Wat? Maar ik... We wisten dat u vals zou spelen. En daarom hebben we onze kleren omgewisseld. Met elkaar. En dus heeft Polly Pocket gewonnen. En daarmee wordt ze de eerste avonturista aller tijden. Wauw, geweldig. Dat heb je goed gedaan. Wij allemaal. En ik vond het echt hartstikke leuk. En jij had gelijk. Het laatste nieuws. Cassandra's voorspellingen waren fout. Ze komt precies één kijker tekort. En dus heeft ze geen nieuw kijkersrecord. Je moet de prijs nu teruggeven. Nee, dat is wat van mij. Ik heb het uitgerekend. Ik geef het echt terug. Cassandra, is alles oké? Dat was super! Nog eens! Ik wil nog een keer! Dan weet u nu eindelijk wat avontuur is! We hadden niet echt een score bij, dus we winnen allebei. Nee, eigenlijk win ik. Geloof mij maar.